Vandaag doen we een video waar deze jongen hier geen zin in heeft. Hij wil het niet doen. We gaan een vriendin voor Jeroen zoeken. Of ik ga een vriendin voor hem zoeken. En Jeroen zei serieus van gast, ik wil je echt niet aan meedoen. Ik zei gast, je doet maar mee. Ik wil geen vriendin. Waarom wil je geen vriendin? Ik val op jongens. Ik kan dan, hoe heet dat ook alweer, die app? Grindr. hoe weet je dat? Daarom kan je hem. Hoe weet je dat? Nee. Heb je iets op te biechten? Ja, nee, ik wil dit niet. Waarom? Gast, kijk naar mij, ja. Ik heb een vriendin. Hoe lekker ik ga. Ik zit goed in mijn vel. Ik hoop echt dat we Naomi gaan tegenkomen op Tinder. En dat gun ik je van harte. Als dat gebeurt. Het idee is heel simpel, jullie zien het. Ik zit op Tinder, ik ga een profiel voor jou aanmaken. En jij hebt geen zeggenschap, ja. Ik ga alles voor jou bepalen. Jij zei net ook al van, ja, ik heb een keer op Tinder gezeten en ik swipe alleen die lekkere bitches. Dat zei ik helemaal niet. Dat zei hij wel, heb ja. Heb ik niet gezegd. Gast, het ding met Tinder is, je moet niet te kieskeurig zijn, ja. Heb ik ook nooit gezegd dat ik dat ben. Wanneer ben je jarig? 1999. Oké, nou, we gaan door. Je bent een, nou... Wacht, heb je ook meer? Ja, wacht, staat er bij meer? Nee, dit is niet grappig. Dat mag niet meer tegenwoordig. Oh ja, dat is heel sensitief tegenwoordig. Mijn geslacht weergeven, oké. Okay. Wacht, moet je dan een foto van je... Gay, hetero, lesbisch, bi, aseksueel, demiseksueel, panseksueel. Wat is dit allemaal? Nee man, ik val op dieren. Mijn geaardheid weergeven. Ja, we maken gauw even een profiel aan. Mij weergeven, vrouwen. Nee, we gaan het serieus doen. Naam opleiding. HAVO. Wacht, kan ik YouTube invullen? Nee, hoor, dat ga je toch niet op een Tinder profiel zetten? Tuurlijk. Hoeveel wil je ermee lopen pronken? Al die bitches. Ja, maar dat is echt het laatste. Wat ik... Oh, ik heb hier zo geen zin in. Waarom doen we dit? Nee, ik doe het voor jou. Had je niet gewoon zo'n eye-tracker challenge kunnen doen? Jouw interesses. Ik ga jouw interesses bepalen. Waar staat het? Ja. Koffie. Bloggen. Oh, jij krijgt zo'n klote profiel. Wijn? Mag ik je interesses uitkiezen? Nee. Hoezo je niet? Je mag wel je mening geven, maar ik doe alles. Ja? Als je iets ziet en je denkt van, hé, dat is leuk, zeg het maar. Schrijver. Yoga. Dansen. Nee, we gaan... Oké, yoga man. Ambachtelijk bier. Absoluut. Absoluut. Gamer. Dit is het? Oh, je mag er niet meer. Oké, yoga kan wel weg. We doen een gamer. Maar ik wil eigenlijk wel even laten weten dat ik flexibel ben. Flexibel, waar staat die? Nee, dat is yoga. Oh. Spiritualiteit. Oh, een drankje doen. Koffie moet erbij staan. Koffie, bloggen, wijn. Koffie. Hoezo wijn? Oh, dit is leuk. Ja. Zou je überhaupt hier een swipe mee kunnen krijgen? Ik ben echt heel erg benieuwd hoor. Nu lijkt je echt zo'n geflipte kooksnuiver of zo. Jemig gast, dit is insane. Waarom ben ik hier? Ik wil dit niet. Wat nou als je een selfie met mij maakt? Ik wil dit niet. Kijk één keer. Oh, deze is sick. We staan er beide heel cool op. Nee. Maar misschien gaan mensen nu om mij swipen, weet je wel. Doorgaan, we hebben twee foto's. Dat is prima, dat is gewoon goed. Oh, oh, oh. Je hebt Tinder. Oh, we hebben zoveel ideeën. We doen dit gewoon. Je kan 1000 kipnuggets kopen. Oh, dan heb je jij hebt er geen zin in. Nou, Jeroen, jij hebt een profiel. Jouw profiel. Oh, die zou ik absoluut doen. Laat mij even. Oh, gast. Sorry. Dit is een duidelijke nee. Wat? Dit is een duidelijke ja. Oh my god. Dit is... We gaan gewoon een meisje voor jou zoeken. Ik ga voor jou swipen. Ik ga matches voor jou fixen. Wat is dit? Ik snap niks van deze app. Ik weet niet, maar ik vond dat wel mooi. Yo, ik ga zo meteen... Is zo'n super like doen. Hoe doe je dat? Oh, hier staat ook gewoon. Oké. Gast, het maakt mij niet uit. Kijk, wij gaan vandaag niet voor die kwaliteit. We gaan voor de kwantiteit. We willen gewoon die matches. Oh. Je hebt geactiveerd superlike. Wow! Nee, die moet je bewaren, hè, die superlike. Nee, waarom gooi je die nou meteen naar de eerste de beste? Dat is zo dom. Nu voelt zij zich gevleid. En nu ziet ze jouw foto zo. En dan denkt ze van, wow. Wow, die zit aan pillen. Hey. Ik doe gewoon hey. Gewoon cool. Oh, ik moet betalen. Verzenden. Meest... Jongen, ik kan niet eens dat ding inzetten, joh. De meest oninteressante manier om een gesprek te beginnen. Hey. 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 Ouwe, ik ben lekker bezig voor jou. Hoeveel matches hebben we al? Je hebt... Wat? Ach, wat is dit? Wat is nou weer boost? Weet je niet, klik op de boost. Om meer matches te krijgen stond er. Oh, even voor jullie informatie. Ik heb 2 maandjes Tinder in mijn leven gehad. Ik vond het heel cool. YouTube. Er staat ook gewoon YouTube bij. Ja, wil je dat alsjeblieft? Koffie, bloggen, wijn, ambachtelijk bier, gamen. Echt nog een sukkeltje. Jij gaat echt geen match krijgen. Oh, de onzekerheid kicks in, jongen. Die kicks in. We gaan nu, ga ik even normaal doen. We gaan nee. Thanks, Tinder. Nee. Ik ga voor jou een bijpasselijk vrouwtje zoeken. Ja. Moet ik hier ook bij zijn? Kan ik ook niet gewoon weggaan? Ja, jij gaat zo meteen ga je weg. Als ik matches krijg, als ik dus ga chatten, daar hoef jij niet bij te zijn. Daar ben jij geen Misschien deel van. Moet je toch het profiel een klein beetje aanpassen als je matches wil hebben. I'm bored. Stuur mij een bericht als je durft.
Oh, dat durf ik. Uitdagend. Uitdagend. Zeker, likeie voor jou. Echt, er gaan waarschijnlijk comments komen voor jou. Waarom hebben jullie de gekste? Ja, dat maakt niet uit. Ja, het gaat om de matches. Het gaat om de berichten. Wie is clue? Wie is clue? Ik heb geen clue. Haha. Verifieer je profiel. Nee. Ja, dan moet je foto's van jezelf maken. En dan moet je die post nadoen. Ga eens, verifieer jezelf. Ja, wat is die post? Zo toch? Goed, volgende post. Wat voor crackback heb jij hier? Kijk die tanden dan ook. Ouwe. Recht traanogen. Dit is zo dom. Oh, dit is zo dom. Waarschijnlijk gaat ze... Verificatie wordt beoordeeld. Oké, nou hopelijk. Als we nog een keer inloggen, dan ben je goedgekeurd. Wil je alsjeblieft YouTuber uithalen? Uit het nee. Dat vind ik echt heel leuk. Oké. Dan gaan ik een bekende tegenkomen, dan wil ik dat absoluut niet tegenkomen. Nee, oké. Dan gaan we bewerken. Dat vind ik inderdaad ook een beetje zielig voor jou. Straks dan word je helemaal gepest. Jouw opleiding... Wat voor opleiding doe je dan? Ik heb HAVO gedaan. Ja, maar... HAVO. Nee, voel me, zeg maar dat ik strafrecht studeer of zo. Iets goeds. Ik ga catfishen. Oké, catfishen. Jij gaat voor die catfishen. Ja. Dan zit je zo bij je eerste date. Oh, strafrecht, vertel. Ja, universiteit. Boeken en zo. Strafrecht. Strafrecht. Mensen zien van, joh, ik doe dit op de rug, weet je wel. Ik doe dit op de hanzen. Strafrecht. Strafrecht. Jij doet gewoon strafrecht. Ik heb een thuisstudie gevolgd. Strafrecht. Nou, dit is beter dan YouTube. Nou, ik betwijfel het. We hebben nog geen match. Maar jij mag die matches ook niet zien. We gaan nog een paar doen. Ik ga nog even een paar keer... sorry Jeroen. Oké, we swipen nog even door. We doen nu een paar keer nee. Gewoon, dit is voor de matches. Als je dit doet, als je drie keer ja klikt, drie keer nee, dan krijg je heel snel een match. Oh ja, kan je mag niet meer. We mogen alleen nog maar afwijzen. Je mag niet meer liken. Nou Jeroen, the work is done. De likes zijn uitgedeeld. Misschien jij denkt dat ik een match ga krijgen? Ik ga dit voor jou regelen. Ik ga een mooi meisje toveren. Als het niet lukt, dan niet. We hebben het geprobeerd. Dan ben je waarschijnlijk forever single. Ben je daar coulant mee? Ik ben daar compleet coulant mee. Mag ik hier eindelijk weg? Ik wil hier niet meer zijn. Laat me naar huis, hoor. Even kijken, heb ik al een bericht? Nee, tuurlijk niet. Wat denk je zelf? Bekijk wie jou leuk vindt. Dat kan ook niet. Je hebt een beetje klotsende okseltjes. Hoe kan dat? Het is hier warm. Hey, jij gaat zo meteen lekker naar huis. Ik heb als het goed is morgen hopelijk wat matches. Ik ga even mijn eigen dingetje doen met die meisjes. Mm-hmm. Ik ga even zeggen wat ik wil zeggen. Als jij nudes gaat sturen met jouw lul, ben ik niet blij mee. Nou, maar dan krijg je wel die... Dan gaat het wel rollen, het balletje. Ja, nee, dan kom ik daar uiteindelijk in de slaapkamer. Is het allemaal niet zo mooi en zo groot als het hoort te zijn? Gast, vertrouw mij, ja. Ik ga jouw strafrechtelijke dingen... Strafrechtelijke. Dat ga ik aan die chicks uitleggen voor jou. Ik lees die wetboeken, G. Ik lees die wetboek en zo moet het. En als je nou niet met mij komt daten, dan ga ik jou... Ik wil nog even dat het duidelijk is dat ik hier geen toestemming voor heb gegeven, oké? Dit is zonder consent van Jeroen. Doei! Adem! F*** jou! Oprotten, je bent nog steeds in beeld. Lul. Zo, het is inmiddels 2 maanden later. Ja, ik had een beetje moeite met matches vinden voor Jeroen. Echt? Maar het is gelukt. Had je moeite ermee? Ja, ik had moeite mee. Maar ik heb iets van 10 matches gevonden. En ik heb even gesprekjes aangeknoopt met die vrouwtjes. En dit is wat we gaan doen. We gaan zo de gesprekjes bij langs lezen. En voor elk nummer die ik heb kunnen regelen, heb ik een punt. Er zijn 12 matches in totaal. Dus ik kan maximaal 12 punten behalen, weet je wel. We gaan zien hoeveel nummers ik heb geregeld. Want ik heb zelf ook nog geen flauw idee. En we gaan onderaan beginnen. Oh ja, trouwens, even wat backstory. Ik heb gewoon op internet allemaal random openingszinnen geplukt. Echt de meest verschrikkelijke openingszin ooit. En ik zeg eerlijk, het werkte bij de meeste best wel goed. Oké, nummer 1. Je weet niet hoe vaak ik naar links heb moeten swipen om je te kunnen vinden. Ze heeft niet gereageerd. Oké, nou, dat is nummer 1. Die is gefaald. We gaan gelijk door naar de tweede. Door. Ja, we gaan gelijk door naar de tweede. Ook een leuke dame. Niet gereageerd. Geloof je in liefde bij de eerste swipe? Blijkbaar niet. Gast, je hebt nog niet zo heel veel nummers. Nee, maar ik zeg je eerlijk, het ging best prima. Ja, nee, trouwens, je begint ook onderaan. Dus dan ik begin onderaan, ja. Precies. Dus dat zijn geen gesprekken die ik heb gehad. We gaan door naar de volgende. Heb je een baan? Ik heb namelijk een vrouw nodig die me kan onderhouden terwijl ik de hele dag videospelletjes speel. Geen reactie. Ah, die vind ik leuk. Oké, we gaan gelijk door, want dit is niet zo boeiend. We krijgen toch geen reacties van deze. Oh, heb je een persoonlijkheid die even aantrekkelijk is als je ogen? Ik dacht, ze heeft wel mooie ogen. Die is weak. Maar die was inderdaad wel weak, want ze heeft niet gereageerd. Dan gaan we nog een keer door naar de volgende. Niemand heeft gereageerd. Werkelijk waar niemand. Nee, we hebben nu al 5 van de 12 matches.
niet gereageerd hebben. Ik ben mijn telefoonnummer kwijtgeraakt, mag ik niet van jou hebben? Geen reactie. Oké, dat gaat gewoon goed. We gaan door naar de volgende. Weer geen reactie. Wil je weten wat mooi is? Lees het tweede woord nog maar een keertje. Jij. Geen reactie. Oh, jongens. We hebben zoveel geswiped. Oké, we gaan gelijk door. El! Oh! Oh! Je hebt ook letterlijk niks gezegd, behalve 0-6. Ik was door de openingszin heen. En dus weet je wat, ik ga gewoon straight to the point, bam, 0-6. Wat is je 0-6? Geef je 0-6. En ze gaf haar 0-6. Ja, dat is best wel netjes. Nice. Dat is gewoon goed. Nice. Jij mag na de opnames, ga je alle dames bij langs die het nummertje hebben achtergelaten. En dan mag jij gewoon, je mag ermee doen wat je wil. Als je met haar wilt daten, is het aan jou. Je mag contact met haar zoeken. Je mag er ook keihard negeren. Ik vind alles prima. Dus doe je ding. Jeroen slaat gelijk de nummers op. Hey, dit is top. Dit is de eerste van de 7 matches die haar nummer heeft gegeven. Dus dat is top. Vind jij knap? Nee. Ik ben ook zo niet geïnteresseerd in iets van een relatie, maar hij staat genoteerd. Ja, op zich nee, trouwens, het is zeker geen lelijk meisje. Oké, we gaan door. De volgende. Hey, die begon al te praten tegen mij. Oh, wow, dat zie je. En toen reageerde ik gelijk, ik ben mijn telefoonnummer kwijtgeraakt. Mag ik dat van jou hebben? Tuurlijk, vertel. Ga je me appen dan? Oh ja, tuurlijk, ja. Ga je me appen dan? Ja, nee, ligt eraan. Wil je geappt worden? Als het iets leuks is, altijd. En toen heb ik niet meer gereageerd. Oh, en toen heeft ze haar nummer gegeven. Je moet er wel even uittrekken hierbij. Ja, dat klopt. Even pushen. Maar ook wel een leuke dame, toch? Ja, sure. Dus die kan je ook wel even toevoegen. Dus, nee. Dat is match nummer 2. Oké, wees eens uniek en anders. Zeg ja. En toen zei ze ja. Boom, mag ik je nummer? Nee. Boom, nee, zei ze. Dus ja. Sad. Wacht, hoeveel hebben we nu nummertjes? We hebben nu 2 nummertjes van de... Van de 9 volgens mij. Ja, dat gaat niet goed. Maar, we gaan door. Ja, nu wordt het leuk. De volgende. Je bent zo mooi dat je mijn goede openingszin hebt... Lezen, moeilijk. Moeilijk en lezen, ja. Hoe vaak heb je deze al gebruikt? Eigenlijk de eerste keer nog maar. Complimenten. Ja toch, is dat genoeg om je 0-6 te krijgen? Nee, je loopt nu erg hard van stapel. En als ik wat rustiger doe, dat is altijd goed. Begin maar met je Instagram. Nu loop jij wel heel erg hard van stapel. Haha, jemig, we liggen niet op één lijn. Is vaak goed, hè? 2 tegenpolen. Oh, haha, dan komt het goed. Nooit meer gereageerd. Waarom heb je niet... Wat ben ik... Oh, 06? Oh, nee. Nee, oké, wacht, deze regel ik al, jongens. Deze is sowieso nog binnen. Hoe lang is dit geleden? Oh, een week later nu. 06? Wat ben ik een sukkel. Ik heb het... Oh, ik ben het gewoon compleet vergeten. Oeps. Dit was een goed gesprek, eerlijk. Deze klik, die zat erin. Ja, sure. Er zit ook echt gewoon dagen tussen je antwoord. De volgende. Ik dacht bij deze, ik ga wat agressiever spelen. Je nummer nu! Wow, agressief. Maar werkt het? Heb je mijn nummer? Haha. Nee, dus het werkte niet. Nee, niet helemaal. Mag ik het opnieuw proberen? Is goed. Je nummer nu? Gewoon niet gereageerd. Nee, niet doen. Ik ga het niet meer doen. Echt, jij stikt er maar in. Weet je mij op gelezen laten? Hoe durft nou, Jeroen? Hoeveel nummers hebben we nu? 2. 2? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik dacht echt dat ik 5 had. Oké, ik moest misschien wat meer mijn best doen, denk ik. Oké, komt die zelfvertrouwen. De volgende. Als je een bloem was, dan zou je een vergeet me nietje zijn. Als jij een frikandel was, dan zou je een frikandel speciaal zijn. Wij zijn voor elkaar bestemd. Perfecto. Maar hoe is het leven op het moment? Kut. Die van jou ook? Want dan zijn we nog meer voor elkaar bestemd. Haha, ja, dan mag ik de trouwjurk wel gaan uitzoeken. Maar bij mij is het wel oké, I guess. Dat klinkt helemaal niet positief. Precies, zij wilde gewoon ineens een serieus gesprek van maken. Ik dacht, oké, daar heb ik geen zin in. Oké, is niet goed. Het moet kut zijn. Nou, omdat je het zo lief vraagt, kut dan maar. Wanneer heb je tijd om te trouwen? Morgen om 4:00. Wordt wel zonder trouwjurk. Oh ja, dat moet ook kut zijn natuurlijk, de trouwerij. Gast, dat was echt het perfecte moment om te reageren zonder kleren, oké. Oh, damn ja. Gast. Ja, ik ging nog een beetje door op dat alles kut is. Oh ja, uiteraard. Anders zou het niet echt onze trouwerij zijn, hè? Precies, ik kijk er nu al naar uit. Wat is je 06? Boom, 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 boom. Nummer 3. Hey. Nou, dan reageer ik ook gewoon niet meer. Echt een dag na. Hoe kon je onze trouwerij nou missen? Ben wel teleurgesteld nu. Dat moet ook. Het moet kut zijn. Ja, uiteraard. Het cirkeltje is weer rond. Het cirkeltje is weer rond. En ik heb nooit contact met haar gezocht. Maar hey, 3 matches. Ja, dat is wel geinig op zich. Wil je dit alsjeblieft nooit weer doen? Ik ga dit nooit meer doen. Ik ga nu je profiel verwijderen. Dankjewel. Besef dat misschien wel duizenden meisjes deze foto hebben gezien. Ja. Oké. Strafrecht. Man. Koffiebloggen, wijn, ambachtelijk bier. Gamer.
Die matches die zijn ook puur en alleen om strafrecht. Als er bij stond, zit niet op school, maar strafrecht. Speelt soms spelletjes op het internet. Maar hey, Jeroen, ik heb 3 matches. Nu ben ik heel erg benieuwd. Ga jij hier iets mee doen? Eerlijk? Nee. Heb ik nou al dat werk voor niks gedaan? Had jij oprecht gedacht dat ik hier iets mee zou doen? Ik dacht oprecht van, nou, er zit vast wel 1 leuke naam ertussen. Nou, ik wil je mijn eigen Tinder wel laten zien, maar dat is echt gewoon problematisch. Ik ben niet goed in reageren op mensen. Ja, maar ik ben best wel goed. Moet ik het voor je doen? Wil je mijn Tinder overnemen? Outsourcen? Zo, Jeroen, we moeten een vriendin voor jou regelen. Nee, ik moet uploaden. Gast, als ik een vriendin heb, heb ik nog minder tijd. Weet je wat, inderdaad. Begin maar niet aan de vrouwen. Ja, begin ik met Minecraft. Jongens, bedankt voor het kijken. Dit was de video. Ik ben een beetje teleurgesteld. Ik heb best wel mijn best gedaan. Jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Check Jeroens kanaal in de beschrijving, want hij uploadt nooit. Tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.